Gemeente, vanmorgen mogen wij op deze paasmorgen de heerlijke verrijzenis en opstanding van onze Heere Jezus Christus gedenken. Allereerst was het wel heel opmerkelijk dat bij die opstanding op zichzelf niemand aanwezig is geweest. Toen Christus opstond uit zijn graf, die engel kwam, die steen wegrolde en de Heer Jezus werkelijk opstond en het graf uitliep. Zo concreet moet het ons voorstellen. Daar was niemand bij. Maar gelijk daarna is hij wel aan verschillende mensen verschenen. Aan de vrouwen, aan de discipelen, nog wel later de Emmausgangers. En Paulus schrijft in 1 Korinthe 15 zelfs in één keer aan 500 mensen tegelijk. Dat is ook in die paasdagen gebeurd. Maar de eerste aan wie de opgestane Heere is verschenen, dat was Maria Magdalena. Zo staat het letterlijk in Markus 16, vers 9. Maria Magdalena was de eerste aan wie de opgestane Heere is verschenen. En het is opmerkelijk dat niet één ontmoeting rond Paas, er komen van die verschillende van die ontmoetingen tegen van de opgestane Heere, maar geen ene ontmoeting is zo uitvoerig beschreven als die onvergetelijke ontmoeting van Christus en Maria Magdalena. Haar viel de hoge eer te beurt, want zo mag ik toch wel zeggen, dat de opgestane Heere als allereerste aan haar is verschenen. Niet aan zijn moeder Maria, dat had ook gekund. Als eerste aan zijn eigen moeder Maria. Ook niet al aan Petrus of Johannes, dat had toch ook gekund. Maar als eerste verscheen de opgestane Heere aan Maria Magdalena. Ook opmerkelijk, laat ik dat ook nog even bij zeggen, aan een vrouw. En niet aan een man. De kerk lijkt soms wel eens vooral een mannenzaak te zijn. Nou, laten we niet vergeten, we hebben onze zaligmaker te danken aan een vrouw, Maria. En het eerste opstandingsevangelie is verkondigd aan een vrouw. En het is ook als eerste verkondigd door een vrouw, Maria Magdalena, zeg mijn broeders. Zij wordt wel genoemd de apostel van de apostelen. Zij was de eerste apostel die het paasevangelie aan anderen heeft verkondigd.